In mijn ETF-checklist bespreek ik 9 criteria van een goede ETF. In mijn vorige video's besprak ik al de eerste 7 criteria. Vandaag ga ik in op eigenschap 8 en 9 van een goede ETF voor Belgische beleggers. De 8e vereiste van een goede ETF voor Belgische beleggers is dat de ETF geregistreerd is in de Europese Economische Ruimte of EER, maar niet in België. Voor deze ETF's, of ze nu accumulerend of distributief zijn, is de Belgische tax op beursverrichting of TOB namelijk maar 0,12%. Dat is het laagst mogelijk tarief voor de aankoop en verkoop van beursproducten en is 3 keer lager dan bij gewone aandelen. Let op, het bepalen van de juiste Belgische beurstax is relatief complex. Zelf brokers vergissen zich soms, dus kijk altijd eventjes na of je broker het juiste tarief heeft ingehouden. Ons 9e en laatste criterium van een goede ETF is dat hij genoteerd staat in euro. Door een ETF in euro aan te kopen vermijd je namelijk eventuele wisselkoerskosten. Let op, want vaak kan je wereld-ETF zowel in euro als in dollar aankopen. Als je in dollar aankoopt, dan verdienen brokers een klein percentage op de omzetting van euro naar dollar. Gewoon in euro kopen dus. Dat was het. Hopelijk hebben jullie iets aan deze checklist met 9 criteria van een goede ETF. Voor een overzicht en concrete voorbeelden van ETF's die aan alle criteria voldoen, kan je terecht op mijn Instagram. Ik zal ook enkele video's maken om te tonen hoe je deze ETF's nu concreet kan aankopen. Laat maar weten voor welke platformen of brokers je dit graag zou zien en follow voor meer tips en tricks over personal finance.